Jezus daar loopt in Jeruzalem. Met een kruis op zijn rug en een doornenkroon. Hoor de menigte schreeuwt en roept kruisig hem. Zo gaf God zijn eigen zoon. Zie het lam aan het kruis, daarop Golgotha. Als de koning der Joden wordt hij veracht. Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan. Goedemorgen. Hartelijk welkom bij deze tweede aflevering van de serie 8 levenslessen voor het volgen van Jezus. We doen deze serie tijdens Lijdenstijd, Goede Vrijdag en Pasen. En meer daarover kunt u lezen op lpbmedia.nl/pasen2021. U kunt daar lezen over de lijn die we volgen met de preken, de inhoud en de predikanten die meewerken en alle extra's. Vandaag is Theodor Medendorp weer bij ons. Vorige week heeft hij gesproken over hoe je tot zegen kunt zijn voor anderen. En vandaag gaat het over getuigen. Zijn thema is geroepen om te zijn. Ik wens je toe dat als je naar kijkt en naar luistert, dat het je goed mag doen. En dat je mag ervaren dat God er is, ook in jouw leven. En daarvoor zijn we afhankelijk van God. En daarom wil ik tegen je zeggen, we verwachten alles van God. God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De schepper van al het leven. Amen. En die God groet je. Genade is er voor jou. Vrede van God de Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, de levende Heer. Amen. We gaan kijken, luisteren naar een lied. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben, is uw eeuwig.
Normaal sta je er niet zo bij stil, maar in ons lichaam zit van alles en nog wat. En dat zit ook nog eens heel bijzonder in elkaar. Ik heb dit meegebracht, ja, een soort van speelgoed, waar je ook nog heel veel van kunt leren hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. En ik ga hem voorzichtig proberen open te maken. Het ziet er misschien een beetje gek uit, zo ziet het van binnen eruit. Op een hele bijzondere manier gemaakt. Hier zie je bijvoorbeeld een ribbenkast. Oh! Daar valt het al. Nou, ik leg het hier even neer. Gelukkig zit ons lichaam gemiddeld wat steviger in elkaar. Maar hier zie je die ribbenkast. En achter die ribbenkast zitten allemaal organen die heel belangrijk zijn. En een van de belangrijkste organen in ons lichaam. Ik ga hem voorzichtig proberen eruit te pakken. Ja. Zodat je hem kunt zien. Nou. Dan zie je hier dit rode. Dat rode wat je hier ziet. Dat is het hart. En wat bijzonder is aan het hart, dat in het, zou je kunnen zeggen, in het centrum van je lichaam zit, dat hart, die pomp, die zorgt ervoor dat er bloed stroomt door je hele lichaam. En dat is belangrijk, zodat je hele lichaam, dat zuurstof heeft en dat het goed gaat met je lichaam. Dat je lichaam energie heeft, dat je lichaam in beweging komt. Als het met je hart goed gaat, dan komt je lichaam in beweging, dan kun je leven, dan kun je lopen, dan kun je dingen doen. Dan kun je in actie komen. Dus zorg goed voor je hart, want als het met je hart goed gaat, dan gaat het ook goed met de rest van je lijf. In de Bijbel gaat het ook over je hart. Niet zozeer over dat fysieke hart in je lichaam, maar meer op een geestelijke manier. De Bijbel als centrum, als bron van je leven. En dan klinkt de oproep: zorg boven alles voor je hart, want dat is de bron van je leven. Als het met je hart goed gaat, dan gaat het met je geestelijk leven en alles wat je vervolgens doet in de naam van God, dan gaat het daarmee ook goed. We gaan vervolgens een stukje lezen uit de Bijbel. We lezen uit de brief die Petrus heeft geschreven, 1 Petrus 3, vanaf vers 13. En boven dat stukje staat het lijden in de eindtijd. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u is, die in u leeft, gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Hou uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonde van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Dankjewel, Nanda. Als het gaat om getuigen, dan hebben veel mensen daar een beeld, en misschien ben jij er wel één van, dat het dan vooral gaat over dat je praat over je geloof. Dat je misschien dat wel graag zou willen, of dat je dan misschien ook wel een beetje een schuldgevoel over hebt. Deel ik wel voldoende van mijn geloof? Praat ik er wel voldoende over met de mensen die ik tegenkom? Mensen die ook heel goed zijn in praten, dat zijn verkopers.
Bijvoorbeeld autoverkopers. Al heel wat jaren geleden was er een reclame op televisie waarin er een bekende autoverkoper voorkwam. Dennis van der Ven. En waar hij ook kwam, welke situatie ook, welke mensen hij ook tegenkwam, zelfs zijn eigen familie, die maakte die gek met het vertellen over de auto waar hij zo enthousiast over was. En alle snufjes die je erbij kon krijgen. Hij maakte zelfs mensen gek die zelf heel goed waren in het vertellen met dat wat ze belangrijk vonden. Kijk maar. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u even tijd? Tuurlijk. Oh. Koffie? Ik zou iets heel moois... De Citroën C3 is natuurlijk synoniem voor ruimte, comfort, design, innovatie. Ja. Echt iets voor jullie. We gaan. Sorry? We moeten echt weg. Laat er nou net de C3 Difference staan. Met airco, radio cd-speler, 6 airbags, ABS, poortcomputer, centrale deurvergrendeling. Als jullie toch gaan langs de deuren gaan, ik heb even wat foldertje. Hoewel christenen vandaag de dag niet zo snel meer met folders langs de deuren gaan of bloemen uitdelen op de markt om zo snel mogelijk in gesprek te raken met mensen, kan het nog steeds wel een beetje het beeld zijn. Als het gaat om getuigen, ja, dan zou ik toch iets moeten hebben, misschien niet zo overdreven, niet zo veel, maar zou ik misschien wel iets moeten hebben van die autoverkoper. In het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen, komt een heel ander beeld naar voren. Daar komt een beeld naar voren van christenen, mensen die Jezus volgen, die zich toegewijd hebben aan Jezus Christus, dat die een leven leiden dat vragen oproept. Dat die een levensstijl hebben waar mensen om hen heen verwonderd over zijn. Die hen vragen gaan stellen. Waarom doen jullie dit? Die christenen die leiden een radicaal toegewijd leven. Een zelfopofferend leven. Ze doen zulke bijzondere dingen. Ze blinken uit in het goede. En ze blijven goede dingen doen. Ook als mensen niet alleen hen daarom prijzen, maar ook kwaad van hen spreken. Ze blijven dat goede doen. Op zo'n manier dat vragen oproept. Waarom doen jullie dit? En niet alleen waarom doen jullie dit, maar wat is nou precies de kern daarvan, de bron daarvan? Wat is nou precies de hoop die jullie hebben? Want blijkbaar straalt wat zij hebben hoop uit. Dat heeft alles te maken met de persoon Jezus. De persoon Jezus die ze hebben leren kennen. Jezus die op aarde rondliep. Jezus die onderwees. Jezus die stierf. Jezus die opstond uit de dood. En Petrus zegt: erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Dat is de bron. Dat is de bron waar alles begint en wat vervolgens hoop laat zien. Wat hoop uitstraalt. Wat hoop als gevolg heeft. Wat blijkt uit wat de mensen doen. Hoe zit dat precies? Hoe zit dat precies, de combinatie dat je door Jezus hoop krijgt en dat het niet alleen iets moois is wat je dan hebt, dat je dat misschien uitstraalt, maar dat het ook gevolgen heeft voor de hele concrete dingen die je doet? Op verschillende manieren ligt dat verband tussen hoop die je krijgt omdat je toewijdt aan Christus en vervolgens de dingen die je gaat doen. Om een paar voorbeelden te noemen. Als je kennis maakt met Jezus en je ontdekt dat hij het hele leven belangrijk vindt. Dat hij niet alleen gekomen is op deze aarde om jouw ziel te redden, maar omdat hij gekomen is om deze hele aarde, jouw hele leven heel te maken. Dat hij niet alleen gaat over jouw ziel, maar ook over jouw lichaam. Dat hij deze hele schepping, deze hele aarde wil vernieuwen. En dat daarvoor belangrijk is wat hij deed. Als je dat gelooft, dan kan het niet anders dat je je vervolgens radicaal gaat inzetten voor dit hele leven. Voor deze wereld. Als teken van wat God belangrijk vindt. Als God deze hele wereld belangrijk vindt en jij wil God volgen, je wil je toewijden aan Hem, je wil je toewijden aan Jezus, dan ga je vervolgens radicaal inzetten voor de dingen die God belangrijk vindt. Het hele leven. Als je gelooft in Jezus, dan mag je jezelf erfgenaam van God noemen. Dat is nogal wat, als jij erfgenaam van God bent. Dat je nu al je zeker mag zijn van een erfenis die je krijgt.
dat alles wat van God is, jou ten deel valt. Zoals die vader in dat verhaal van de verloren zoon zei van, mijn zoon, zei hij tegen zijn oudste zoon, alles wat van mij is, is van jou. Je mag daarin delen. Als dat zo is, als jij nu al erfgenaam bent van God, dan komt er ruimte om nu al heel vrijgevig te zijn. Om niet vast te houden aan de dingen die jij hebt, die jij gekregen hebt of die je verdiend hebt of die je bij elkaar gespaard hebt. Maar er komt er ruimte om dat los te laten. Om dat weg te geven. Want je bent erfgenaam van God. Je deelt in alles wat van God is. Dus alles wat jij hebt, wat je hebt verzameld, is van God. En er staat jou enorm veel te wachten. Dat geeft enorm veel ruimte om los te laten. Om radicaal vrijgevig te zijn met je tijd, je energie, je geld en alles wat jij verzameld hebt en opgebouwd hebt in je leven. En als laatste, als jij Jezus volgt en hoop hebt gekregen dat dit leven tussen geboorte en dood, dat dat niet het enige is, maar dat de dood aan het eind, dat dat een deur is die openklapt. De deur is naar eeuwig leven. Als jij een eeuwig leven voor de boeg hebt, dan kan het je ontspannen maken in alles wat er nu in dit leven met je gebeurt. Ook alle dingen die mislukken of die niet goed gaan. Ja, dan kan het jezelf rust geven, ook als jouw leven bedreigd wordt. Als jouw leven bedreigd wordt en het tot een moment komt dat je leven moet opgeven. En er hebben christenen die het heel moeilijk hebben, die niet mogen geloven wat ze willen geloven, die in landen leven waarin ze vervolgd worden. Die kunnen erover meepraten met die dreiging. Maar het kan je rust geven om nu al rustig om te gaan met je leven en alles wat erin lukt en niet lukt. En ook zelfs je leven los te laten. Omdat je weet dat je eeuwig leven krijgt voor God. Als je Christus in je hart hebt, als je hem eert, als hij in het centrum staat van je leven, dan kun je een radicaal, opofferend, vrijgevig leven gaan leiden. En dat deden de mensen die Petrus toesprak in zijn brief, die Petrus bemoedigde. En Petrus zei, ga ermee door. Zelfs als mensen er kwaad van spreken. Ga ermee door. En dat riep vragen op. Dat riep vragen op naar het geheim van die levensstijl. Van dat leven. Als het gaat om getuigen zijn. Ik heb niet voor niets de titel van deze preek heb ik gegeven, geroepen om te zijn. Dan begint het met zijn. En dat is de vraag aan jou. Ben jij bij God? Ben jij bij Jezus? Heb je Jezus erkend als Heer en eer jij hem met heel je hart? Begin met zijn. Dat je bent, dat je wortelt in Jezus. En de vraag is, ben jij geworteld in Jezus? Verwacht je alles van hem? Ben je rijk in hem? Vind je rust in hem? En als je dat vindt, kun je vervolgens gaan doen. Dus eerst zijn en vervolgens gaan doen. Vervolgens kan dat leiden tot een leven van overgave aan de mensen om je heen. Kan dat leiden tot een zelfopofferend leven. En blink je daarin uit in het goede. Dat je niet een beetje goed doet, maar dat je heel veel goed doet. Niet omdat je zelf zo goed bent, maar omdat je dankbaar bent en gedreven bent door wie Jezus voor je is, door wat Jezus voor je heeft gedaan. En na dat doen volgt spreken. Zijn, doen en spreken. Want dat wens ik je toe, dat dat vragen oproept. Dat als mensen met jou omgaan, dat als mensen jou tegenkomen die God niet kennen, die Jezus niet kennen, dat ze aan jou gaan vragen. Hey joh, waarom doe jij dit voor mij? Waarom geef je dit weg? Waarom maak je die en die keuze? Waarom ben jij zo? Wat is het geheim daarvan? En wat ik dan mooi vind, wat Petrus dan zegt hij niet, als je dan die vraag krijgt wat het geheim daarvan is, vertel dan meteen het hele evangelie. Vertel dan meteen de hele blijde boodschap. Nee, dat zegt Petrus niet. Petrus zegt, en als je dan gevraagd wordt naar het geheim, wees dan altijd bereid om je te verantwoorden
Doe dat dan zachtmoedig en met respect. Petrus heeft het niet over de inhoud van wat je zegt, maar de manier waarop je het zegt. Dat je het zachtmoedig doet en met respect. Waarom? Dat je niet boven iemand gaat staan. Dat je denkt, ik heb iets wat jij nog niet hebt en jij moet daar komen. Je wordt zachtmoedig en respectvol, ook naar anderen. Ook aan mensen die heel anders denken dan jij en die nieuwsgierig zijn naar wat jij met je meedraagt als geheim. Je wordt zachtmoedig en behandelt anderen met respect, omdat alles wat jij te weten bent gekomen, wat jij bent gaan geloven, dat heb je ontvangen. Dat is niet je eigen verdienste. Jezus zelf is naar deze aarde gekomen om jou en mij te redden. Om jou en mij te roepen tot een leven in navolging van hem. Een zelfopofferend leven. En de toekomst die hij ons aanbiedt, dat is een gift. We zijn afhankelijk van hem. En alles wie we zijn en wat we voor elkaar maken, hebben we ontvangen van hem. Hoe kan dat eruit zien? Dat kan al heel eenvoudig beginnen. Ik was bij een cursus bij ons in onze gemeente. Een cursus waarin mensen graag lid wilden worden van de kerk. En dan leggen we uit hoe onze kerk in elkaar zit. En er was een oudere vrouw die samen met een man daaraan meedeed. Richting de 80 liep ze al. En ze zei eerlijk, ze zegt, het is misschien goed dat jullie dat weten. Mijn gezichtsvermogen gaat achteruit. Ik kan nog maar voor zoveel procent zien. Maar dat maakte haar niet verdrietig. Ze was daar geen slachtoffer van. Maar ze zat daar heel vitaal, levend. En ze zegt, op dit moment woon ik met mijn man in een appartementencomplex. Ik vind het lastig dat ik niet meer voor 100% kan zien. Maar ik kijk naar wat ik wel kan. Wat ik wel kan doen en wat ik wel voor God kan betekenen. Ik probeer onze galerij schoon te houden. Ik probeer vriendelijk te zijn naar de mensen om me heen. En wat ik altijd nog kan doen is voor de mensen om me heen die naast mij wonen op de galerij, om voor hen te bidden. Ik was ervan onder de indruk dat ook als je mogelijkheden afnemen, dat je nog steeds springlevend er wil zijn voor anderen. En dat kan alleen als je dat geheim bij je draagt. Als je Jezus zelf hebt ontmoet. Als je voor hem op de knieën bent gegaan. En als je hebt gezegd, hardop of in jezelf, u bent de Heer van mijn leven. Mag ik met je bidden? Heere God, we danken u voor wie u bent en wat u van uzelf hebt laten zien in Jezus. En we danken u voor wat we allemaal mogen ontvangen als we ons toewijden aan u, als we ons toewijden aan Jezus. Heer, wat bijzonder. En ik wil u bidden, Heere God, of u ons wil bevrijden van alle kramp en het gevoel van ik moet iets doen. En dat u dat wil vervangen voor dankbaarheid. Voor liefde. Liefde voor u. Zodat we de dingen die we doen, het leven wat we leiden, dat we dat leiden vanuit de bron. Vanuit de toewijding aan u, omdat we van u houden. Omdat u ons een geweldige toekomst biedt. Geef ons rust. Geef ons vrede. Geef ons moed. Om een radicaal, vrijgevig, zelfopofferend leven te leiden. Amen. We gaan kijken en luisteren naar een lied. Zijn met de
Ik mag je nog de zegen van God meegeven. De goedheid en genade van Jezus, de Heer. De liefde van God zijn Vader. En de kracht van de Heilige Geest, die mensen verandert en aan elkaar verbindt, is er voor jou, alle dagen van je leven. Amen. Fijn dat u deze viering samen met ons wilde meebeleven. Het blijft een beetje gek om tegen camera's te praten in plaats van tegen mensen. Maar we weten dat u kijkt en dat onze uitzendingen gewaardeerd worden. En dat motiveert ons ook om door te gaan met dit werk. Daarom brengen we ook de QR-code onder de aandacht, waarmee u straks een gift kunt overmaken om ons werk te steunen. En daarmee maakt u het mogelijk dat wij doorgaan met het verspreiden van het goede nieuws over Jezus Christus via nieuwe media. We wijzen u ook nog graag op het 40-dagen-project 40 dagen hier en nu. Aankomende week staat ook bij hen het thema getuigen centraal en kunt u daar meer materialen ontvangen om u daar verder in te verdiepen. Theodor, bedankt dat jij 2 weken bij ons was en voor ons wilde spreken. De komende 2 weken is dominee Michael de Kreek in ons midden. Aanstaande zondag gaat hij spreken naar aanleiding van het thema Ode aan de Schepping. Voor nu wensen we u een mooie en gezegende zondag toe. En hopelijk tot volgende week. Heeft u genoten van deze uitzending? Dan wilt u vast meer zien. Ga naar beleefmee.nl voor lezingen, concerten, afleveringen van het opinieprogramma Denk Eens Mee en het natuurprogramma Gaaf. Meditaties ondersteund met gebaren, cursussen van Weet Wat Je Gelooft en documentaires. We ondersteunen werkers in de kerk met informatie en materialen. Zo willen we onze kennis en techniek in dienst stellen van de kerken. Steun LPB Media met uw gift, zodat meer mensen kunnen blijven genieten van Beleef Mee. Door uw bijdrage komt de goede boodschap in veel huiskamers.